Hallo, kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remers en jawel, ik ben aan het programmeren, dus de vlog al in elkaar aan het steken en al. En ik heb gemerkt dat ik deze keer niet het vergeten ben af te sluiten, maar wel vergeten het beginstuk op te nemen. Dus wat jullie hier allemaal gaan zien is een timestampje van een boer die hier voor het veld aan het maaien is. Dat is echt heel mooi om te zien. En daarna begint dan ook mijn vlog te groeien. Ik zou zeggen, veel kijkplezier en ook veel kijkplezier met Hassels Vuurwerk 2024. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Ik heb toch besloten om de timeslap van de tractor eruit te laten in mijn vlog. Omdat de tractor komt te weinig voor in mijn timeslap. Waardoor dat er ook heel weinig activiteiten is dan op die 6 minuten timeslap. De 6 minuten aan een stuk in een timeslap heb ik daarvan genomen. Dus dat heb ik eruit gelaten. Maar voor de rest heb ik alles, maar ook echt alles er echt in gelaten. Ik hoop dat jullie van de vlog gaan genieten. Dankjewel. Veel kijkplezier. Ladies and gentlemen, boys and girls, ik zal zeggen, geniet ervan van het jaarlijks vuurwerk van Hasselt Kermis. En meestal is Psycho TV er ook altijd aanwezig, dus geniet ervan. Nu gaan we een goede plaatsje zoeken. Dus daar dat we ook al bij nog een klaarlichte dag nog gaan vertrekken. En dat we een goede plaatsje hebben ook om te parkeren, één. En een goede plaatsje hebben om te filmen, dat is de tweede. Yo, yo, yo. Tot straks allemaal. Yo. Ja, dus wat om bekendheid te hebben, ga ik nu ASAP nog mijn polo halen bij mijn ouders. Ach ja. Mijn wagen staat op de parking. Juist, want ze hebben hier het gras afgedaan. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik kreeg het nooit meer af. En hier is het toch wel afgereden. Eindelijk is andere beelden dat ik kan schieten hier in Begonialaan. Ziet dus hoe mooi dat het hier geworden is. Wauw. Echt fantastisch. Fantastisch mooi. Mooi, de wereld is mooi, zo mooi, zo mooi. Zo bibaboe, babeestig mooi. En nu hoop ik dat Bea, mijn lieverd, het achterdeur heeft open gedaan. Ging net open. Allee, we gaan eens richting mijn ouders. Heb ik alles nu bij? Oh, nu ben ik echt nu zelf aan het twijfelen. Ik ga een kleine check-up doen. Dat jullie hier zo zetten. De kabel heb ik al bij, dat is al goed. Dat is al één. We hebben wel veel gemaakt. Ja, twee. Dat heb ik ook bij, dat is drie, dat is goed. Dat is goed. Dus ik heb alles bij. Ook mijn powerbank. Maar daar ben ik nu wel echt aan het twijfelen. Powerbank heb ik ook bij. Dus ik heb alles bij om te kunnen gaan filmen. Dus alles staat hier in het midden klaar. Check. Ik ga haar sleutels ook al teruggeven. Check. Valesse. En dan deurke toe. Random gaan. En dat moet ik niet hebben gedaan. Jammer voor die voetballers, die gaan Hasselt Vuurwerk 2024 ook missen. En ook nog veel feestvierders die hier ook weer al het gaan missen. Omwille van hier is het ook nog te doen in Peral Alken van de Monty Reunie. Morgen staat er ook nog iets op programma. Dan gaan we naar de Rommelmarkt van Hakkenveldstraat toe, waar ook mijn ouders wonen. Dus dat is in een langere tijd dat het daar nog wordt georganiseerd. Want je weet jullie ook wel de COVID-19-pandemie en al.
heeft het daar allemaal niet goed gedaan. Jammer genoeg. Maar ze staan er weer. Hakkenveld Kermis. Ze staan er ook. Dus ja. Ik ga nu richting mijn auto's rijden. Heel rustig. En dan rustig ook naar een leuk parkeerplaatsje. En dan te voet naar Scherpenheuvel. Nee hoor mensen. Te voet naar een vuurweek van Hasselt Kermis. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hallo kijkers van Lassa, we zijn in Hasselt aangekomen. We zijn nu te voet richting het vuurwerk aan het gaan. Ik heb ook mijn GoPro stick bij. Dus kan ik nog een bredere view geven aan jullie. In plaats van altijd zo close-up, altijd te filmen. Deze keer kan ik dus zo filmen. Van Lassa. En Hasselt vuurwerk. Dat is niet op de grond, hè. Dat is in de lucht. Ha. Weet je. Ik heb ook, dames en heren, ik ga ook even tijd maken voor mijn komende evenementen. Dat is dus hier in het hoekje gaat nu staan. Jawel, Xlan. Die gaat door op 26, 27 en 28 september, dus volgend weekend al. Ik weet niet als ze aan de plaats te zijn. En ik ga ook nog een keer, wacht, ik ga dan even zo doen. Dan zie ik ook dat ik dat plaatje kan weghalen. Voilà, ze. Nu, de volgende evenement die komt hier nu ook te staan. Dat is dus CU-LAN. 8, 9 en 10 november 2024 in Gerardsbergen. Allen daarheen. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar. Dus ga naar www.cu-lamp.be. Dankjewel om even naar mijn sponsoring te kijken. En nu terug richting over Hasselt Kermis. Hasselt Kermis die staat er nog tot volgende week zondag. Maar jammer genoeg, volgend weekend zitten we dus op een lampparty. Kan ik dus niet aanwezig zijn op Hasselt Kermis. Dus ik ga kijken ook als ik er schoon is door de week te over kan lopen. Want de kinesist heeft gezegd dat ik veel moet wandelen. En wel, dan gaan wij ofwel wanneer je wilt, ja, door de week. Maar op woensdag heb ik nooit begeleiding. Dan gaan we samen over de kermis. Ja. Oké. Okay. Als jij zo zit. Oké, dat is goed. Dan zie ik zeker zitten. Dus jawel, dus volgende week hebben we misschien al wat plannen, dus om naar Hasselt Kermis te gaan. Vorig jaar mislukt, alhoewel van jullie weten het misschien nog, mijn move van een goede wilde attractie gaan te zetten is helemaal mislukt. Dan, dit jaar zit ik dus nu vast met mijn rug, dus kan ik ook niet op wilde attracties gaan. Hopelijk volgend jaar 2025 wel een goed jaartje dan voor mij, hè. Zowel in het werkjaar als vlogjaar en al. Echt waar. Proberen jullie toch nu toch al overal mee te nemen. Voilà. En ik zeg jullie, er is veel volk op komst. Heel veel. Want het is zacht buiten. Het is aangenaam buiten. En ik zit hier al met mijn dikke polo t-shirt al te wandelen. Tot later. Yo, yo, yo. Ziet, Hasselt Vuurwijk. Moeten ook de boten hier wat plaats maken. Hier ook opnieuw. Daar vanachter staan ook nog een boot. Hier zo tegen de rand staan plezierboten. Dus die gaan het wel heel mooi hebben met Hasselt Vuurwijk. Zelfs met het water. Oh, dat is daar een schattige bootje. Oh my fucking god. Met allemaal verlichtingskes. Wat mooi gemaakt. Hè? Die bootje. Ja, leuk gevonden. Heel leuk gevonden. Allee. Oei. De naam der wet staat er. De politie. 1, 2, politie. 3, 4, weekend, 5, 6, dat ticket. 7, 8, goedenacht.
Allee, tot zo is allemaal. Hier wordt dus het vuurwerk zelfs om 9 uur afgestoken. Ziet eens wat een oppervlakte dat ze hebben. Wauw. Dat gaat hier zelfs knallen. Ik zal zeggen, veel kijkplezier, want jullie gaan het nodig hebben. Vuurwerkzone. Voilà, daar staat vuurwerkzone. Dus we gaan nu iets hoger op. We gaan daar proberen weer al bij de Curie Bleu te staan. En dan hebben we hoogstwaarschijnlijk goed zicht op Hasselt Vuurwerk 2024. Spannend! Heel spannend! Ja, 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 ja! Come on, let's go! Kennen jullie dat nog allemaal? Die ene jongske die dat zegt. Come on, let's go! Are you scared?
side. Just looking way down below. And if I can't hold my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you? When you went into hiding on the front steps of your porch, then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! Turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the
Dit was het vuurwerk van Hasso Kermis 2024. Oh yeah! Ja, ja, ik zit hier in de disco. In de disco, ho ho ho. Nee, ik ben nu terug naar mijn wagen aan het gaan. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten van Hasselt vuurwerk. Waar moet je mij hebben? Oh, 2024. Ben je er nog bij? Ja. Oké. Okay. Het is hier echt druk. Ik moet soms wel 100 ogen hebben. Aan die kant van mij rijden de auto's. Of ja, staan de auto's stil. Jullie zien het. Die kunnen nog lang wachten. Of toch niet, want ze beginnen terug te rijden. Oh. Echt waar, ik moet overal kijken. Links, rechts, links, rechts. Hé, schat. Voor die tegen iemand te lopen. En de boten zijn zich terug aan het zich aan het verplaatsen. Ziet je? Hier zit een heel leuk te varen. Maar ben je een pakje? Hier ben ik terug. Hehe. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug, want het is toch donker. Yo, yo, yo. Onze geheime spot waar wij geparkeerd staan. Mohahaha, voor Hasselt vuurwerk. Zie, daar staat ons poeleke. Ja, dat is 5 à 10 minuutjes altijd wandelen waar het vuurwerk altijd doorgaat. En hier zet ik mij dus elk jaar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik ga daar alles nu wegzetten. Waar zit er een? Ja, daarboven. Mag je toe? Oké. Okay. Voilà. Ik zag het. Ik zag het. Nu dat jullie toch terug wat licht hebben. Ik krijg hier ook al de vlog beëindigen. Of anders wordt deze vlog weer al echt heel lang met deze vuurwerk erbij. Ik hoop dat jullie van het vuurwerk hebben genoten. Ik hoop, want er was ook een aparte livestream tijdens het Hasselt vuurwerk dat ik ook heb gedaan. Er zijn toch wel redelijk wat mensen gaan komen kijken naar op mijn livestream. Hartelijk dank daarvoor. Zo gelijk wel aan Bird, aan Sonia, aan Doekie. Die hebben allemaal gekeken. Dankjewel. En Boterham Vlogs. Dankjewel daarvoor. Een grote, grote, grote shout-out naar jullie toe. Voilà. Dat is dan ook gebeurd. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Tot later allemaal. Yo, yo.